Jongens. Ja. Wel een beetje vreemd nou, hè? Ja, is raar. Zo in het donker. En dan in Boekel zo aankomen. Ja, en is dit Boekel? Want het is allemaal nieuw. En ik herken het ook helemaal niet. En allemaal van die rood-witte linten. Normaal zetten we toch altijd geen rode witte linten, maar allemaal hekken langs de weg. Ja, en staan er een hoop kinderen staan er langs de kant. Ja. Ik vind het al. Zijn we trouwens wel in Boekel? Ja, kijk, als je goed erachter kijkt, daar herken ik wel een paar huizen, Piet. Nou, dat jij het zegt. Zie je? Ja. Ja, daar zijn ze. Maar Sinterklaas zal het toch wel weten, hè? Of we in Boekel zijn. Ik denk het wel. Sinterklaas, zijn we nou in Boekel? Sinterklaas? Sinterklaas? Sint? Misschien is hij hier? Sinterklaas? Sint? Jongens, waar is Sinterklaas? Sint? Sinterklaas? Sinterklaas? Piet? Ja? Weet je wat we misschien kunnen doen? Vertel. Als we nou eens even de hoofdpiet gaan bellen. Ja, die weet waarschijnlijk wel waar Sinterklaas is. Maar waar kunnen we bellen? Wacht eens even, kijk daar eens. Daar zie ik een telefooncel. Misschien kunnen we daar gebruik van gaan maken. Zou die het nog doen? Dat gaan we gewoon proberen. We gaan er kijken. Kom jongens, we gaan Sinterklaas en de hoofdpiet bellen. Kom. Piet, hier is de telefooncel. Oh, gelukkig. Gaan bellen. He. Ja. Ah, hij gaat over. Gelukkig. He. Hallo? Nee. Voicemail, ik krijg hem niet te pakken. Ja, Piet. Daar gaan we wel weten met zoeken. Want dat proberen we dadelijk nog wel een keer. Proberen we later nog eens. Kom jongens, we gaan verder. We zoeken het dadelijk wel uit. Sinterklaas. Welkom. Nou, dank u wel. Fijn dat u in Boekel gearriveerd bent. En dat geldt uiteraard ook voor de Piet. Wat doen we? Jongen. Ja, het is wel goed om hier te zijn. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat wel. Maar ik zou zeggen, gaat u voor. Dank u wel. En het is altijd toch weer mooi om in Boekel te zijn. Ja. Niet waar, Piet? En inderdaad, Sinterklaas, dan lopen we daar rechts de raadzaal in. Alsjeblieft. Zo. Sinterklaas, wat fijn dat u in Boekel kunt zijn. En dat geldt uiteraard ook voor Piet. Helaas, zonder kinderen. Helaas. En dat moet u toch wel verdriet doen. Zeer zeker. Want ja, als iemand een kindervriend is, is toch Sinterklaas onze kindervriend. De kindervriend. Onze kinderen kunnen er niet bij zijn, omdat we, en dat zal ook in Spanje wel een gegeven zijn, te maken hebben met corona. Corona. Toch ben ik wel blij dat u hier in de raadzaal bent van onze gemeente. En ik ben ook blij dat ik in ieder geval namens al deze kinderen, en dat gaat eigenlijk alle inwoners van mijn gemeente, u en Piet, van harte welkom kan heten hier in de raadzaal dus. Ja, wat ik eigenlijk van belang vind voor mijn kinderen is natuurlijk dat zij ook hun bijdrage nog mogen leveren. Hè? Want onze kinderen zijn wat dat betreft altijd ontzettend dankbaar dat u er bent. Mm-hmm. En ze willen dat ik graag laten blijken. Ja, zeker. Dat kan door natuurlijk thuis te zingen. Maar dat kan ook. En dat wil ik eigenlijk wel even heel goed afspreken met onze kinderen. Ze kunnen een tekening maken. Een hele mooie tekening. Ze mogen een gedicht maken. Ook heel mooi. Die kunnen ingeleverd worden op de scholen. Klopt. Want dat is een plek waar, denk ik, dat niks schrik kan worden. Lukt dat niet via de scholen, dan kan het ook nog in winkels. Ja. Er zijn twee winkels. Eén, de Koop in Venhorst. En nog een winkel veel voor weinig, waar men de tekeningen, de gedichtjes kan inleveren. Hartstikke mooi. Ik verheug me er nu al op, hoor. Jazeker. Dank u dat wij bij u mogen komen. En ik was me aan het afvragen, meneer Bos.
De hoeveelste keer hebben wij elkaar nu zo al getroffen? In deze hoedanigheid? Ja, vanaf december 2009. Kijk. Of eigenlijk moet ik zeggen, natuurlijk, vanaf november 2009. Want wij vieren uw verjaardag natuurlijk altijd wel in december. Ja. Maar gelukkig komt u eigenlijk altijd al wel op tijd in november. Al iets eerder. Via een mooie tocht ergens in Nederland aan. En dat heb ik vanaf 2009 mogen doen. Ja. En met heel veel plezier, hoor, en met heel veel genoegen. Helaas, dat wil ik toch even gezegd hebben, dat ik er vorig jaar niet bij kon zijn door omstandigheden. Nee, nee. Maar goed, wethouder Marius Stielemans heeft dat toen keurig ingevuld. Zeker weten. Dus in die zin weet ik dat ik dan netjes vervangen word en dat hij ook weer zijn uiterste best heeft gedaan om namens de gemeenschap Boekel u hier hartelijk welkom te hebben. Ja, maar daarom wilde ik u eigenlijk ook heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat we zo gastvrij ontvangen zijn. Want ons is ook ter oren gekomen dat u volgend jaar met pensioen gaat. Dus waarschijnlijk zit dan uw opvolger hier. Ja, dat is de bedoeling. Ergens in de maand juni van volgend jaar gaan wij ervan uit dat de burgemeester van de gemeente Boekel dan weer een invulling gaat geven aan dit mooie bestaan, dit mooie ambt. En zeker in de gemeenschap Boekel, Vernhorst en Huizen, Padua. En dan gun ik hem echt dat hij weer met heel veel genoegen namens ons allen hier in Boekel u weer hier mag ontvangen. Want u hebt het voordeel dat u op leeftijd kunt zijn zonder dat er bij u sprake is van pensioen. Precies. Bij een burgemeester is dat wel van toepassing. Ja, wat ja, op zichzelf ook weer helemaal niet zo erg is. Natuurlijk. Maar ik vind het wel spijtig dat ik afscheid mag nemen. Want zo zie ik het wel. Maar de opvolger gaat dat weer mooi invullen. Ik wil met de kinderen afspreken dan. De burgemeester mag natuurlijk daarna nog steeds wel zijn schoentje zetten. Hè? Daar zijn jullie toch wel mee eens. Hè? Dat heeft hij wel verdiend. Dank je wel, Sinterklaas. Hartelijk dank voor die boodschap al die fijne zal ik jaren. Zeker hartelijk dank voor de hele fijne jaren. En we wensen u alle goeds en heel veel gezondheid. En dat u samen met uw vrouw mag genieten van uw welverdiende pensioen. Dank je wel. En wij gaan daar netjes invulling aan geven. Fijn dat ik in ieder geval de kans krijg om ook dat schoentje nog steeds te mogen benutten. Zeker. Jawel. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Ik wil het nog eventjes wel opgemerkt hebben, Sinterklaas. Ja. Dat natuurlijk de kinderen nu niet bij u te raden kunnen gaan. Want andere jaren hebt u ze eigenlijk altijd in Nieuwedome toch nog eventjes bij u gehad. Precies. Dus het kan zijn, en ik zeg dat even tegen alle jongens en meisjes, dat er nog vragen zijn. Ja. En als die vragen opgeschreven worden en die worden bij Blok TV ingeleverd, dan weet ik dat Blok TV samen met u dat hebben we afgesproken. Nog een keer eens even naar die vragen gaat kijken. Juist. En mogelijk gaat u die beantwoorden. Die gaan we beantwoorden. Of gaat u natuurlijk daar even nog een opmerking over maken. Dus ik vraag eigenlijk aan alle jongens en meisjes in Boekel, Vernhorsthuis, Padua. Zijn er vragen? Stel ze, schrijf het op. Ja. Lever het in bij Blok TV. En wel op tijd nu invullen. Dat zodat wel we voor 1 december met u nog het gesprek kunnen voeren. Ja, zeker. Om daar een mooi antwoord op te krijgen. Dat zou heel mooi zijn. En als je zelf nog niet kunt schrijven, dan kun je natuurlijk je ouders of de juf of de meester vragen. Of een broertje of een zusje. En we komen ook op de scholen, dus ik zie jullie sowieso nog wel. Hè? En dat gaat heel leuk worden. Daar maken we een hele mooie tijd van. Heel goed, Sinterklaas. Ja, dan ben ik ontzettend blij dat de kinderen toch hun bijdrage kunnen leveren. En ik herhaal het nog even heel kort. Tekeningen maken, gedichten maken. Het kan ingeleverd worden via school of via de winkel. De winkels. Ja. En zijn er vragen, jongens en meisjes, stel ze. Durf het even in te leveren bij Blok TV. En dan gaat Sint en de Pieten jazeker hun best doen om jullie een goed antwoord te geven op al jullie vragen. Dank je wel. Goh, Piet. Waar zit hij nou toch? Ik zou het niet weten. Hey, zeg. Ga ik die kant op? Ga ik deze kant op? Is goed, dan doen we een rondje rondom heen. Ja.
Waar zou die zijn? Ja, zullen we even gaan kijken? We maken een rondje, want we kunnen hem niet vinden. Sinterklaas! Ik weet het Sinterklaas. Ook niet. Sinterklaas. 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 Piet. Ja? Heb je hem aan die kant gezien? Nee. Jij? Nee, ik ook niet. Ik zou echt niet weten waar hij is. Ik weet niet meer waar dat hij is. Waar kunnen we nou nog gaan kijken dan? Dan gaan we naar het bejaardenhuis. Bejaardenhuis? Ja. Zullen we daar gaan kijken? Dat gaan we doen. Gaan we daar naartoe. Kom maar. Kom, die kant deze kant. Kom maar deze kant. Let op voor de kettingen. Ja hoor. Jij ook. Oh. Waar zou die toch zitten? Het is wel een heel tocht zo, Piet, hoor. Het is ongelooflijk. Oh. Ongelooflijk. En ieder jaar is er wel wat, hè? Ja, het is ieder jaar is er iets. Sinterklaas zal nu zijn boodschap aan het doen zijn, hè? Oh, misschien had hij wel honger. Sinterklaas? Hij houdt toch altijd zo van pepernoten? Ja. Waarom haalt hij die dan niet gewoon uit het Pieterhuis? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Hij koopt ze ook altijd dan weer. We bakken ze gewoon zelf, maar die... Misschien vindt hij die van de winkel toch lekkerder. Ja, ik heb geen idee. Kun je niet zo goed pepernoten bakken, Piet? Ik heb er nog nooit iets over gehoord. ik hoor ook niks in ieder geval. Nee, ik denk ook niet dat hij hier is. Zou Sinterklaas een borrel aan het drinken zijn? Zou het toch niet? Nee, toch? Dadelijk loopt hij gewoon scheef over het dak. Nou, ik kan het me niet voorstellen. Kan toch niet? Kom, we gaan verder zoeken. Ja. Oh, Piet, wat een gezoek. Jongen. Oh, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Dit is wel het. Maar het is ook wel een hele bijzondere tijd nou, hè? Ja, dat klopt, Piet. Maar kijk eens wel een mooie binnentuin hier bij het bejaardenhuis. Het zorgcentrum. Ja, dat is inderdaad wel mooi. Ik zie het eigenlijk alleen maar overdag. Ja, dus bij de avond is het ook al mooi, hè? Ja. Oh, Piet, kom, we gaan daar even op die bank zitten, want we zijn al zo lang aan het zoeken naar Sint in de Hoofdpiet. Ik wist niet dat het boek al zo groot was. Nee, dat klopt. Maar nou voel ik echt hoe moe ik ben, hè? Hoe voel ik het groot heb. Ja, dan merk je echt, het boek is groot. Niet normaal. Wacht eens. We hebben een beller. Ja, met Piet. Hey, Hoofdpiet. Hey, Pieter. Ik zag inderdaad dat jullie me hadden gebeld. Is er iets ergs aan de hand? Nee, nou luister. Wij dachten dat er iets met jullie aan de hand was. Vandaar. Dus vandaar dat wij gebeld hebben. Maar... Hè? Nee, maak je maar niet druk. We zijn bij de burgemeester op het gemeentehuis. Oké. Nee, dat is goed. Doen we. Hè? Zijn jullie ons aan het zoeken? Nou, er is nog zoveel te doen in het Pieterhuis. Alle cadeautjes moeten nog ingepakt worden. En dan moeten nog pepernoten worden gebakken. Gaan we snel weer aan het werk. Nee, natuurlijk. Zo snel mogelijk. Oh, is goed. Doen we. Tot zo. Oké, tot straks, Pieter. Doei. En wat zijn de hoofdpiet? Dat we naar het Pieterhuis moeten gaan. Pakjes in gaan pakken. Dan zullen we dat maar eens heel snel gaan doen. Dat gaan we doen. Kom. Misschien is Sinterklaas bij de kerk. Ja, misschien wel. Zullen we gewoon gaan kijken? Ja, goed idee. Oké, kom. Ja. Zo. Wow. Dat is wel echt een hoge kerk. Die is hoog. Oh. Kom, laten we zoeken. Ja. Misschien zit Sinterklaas hier. Ja, ga maar eens kijken. Dan pak ik de volgende. Ja. Hier is hij niet. Hier ook niet. En hier ook niet. Ik ga daar kijken, Piet. Is goed. Hier is hij ook niet. Ja. Sinterklaas? 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 Waar bent u? Oh, we hebben echt al keilang gezocht. Waar zijn we eigenlijk? Ik denk in Van Horst. Ja, ik denk het ook. Zo te zien. We hebben echt al keilang gelopen. Ja, kom, we gaan even zitten. Goed idee. Oh. Wij zijn kei kapot. Ja. Kei donker hier en kei koud.
Not verdorie. Hoe lang moeten we nog zoeken? Ik zou het echt niet weten. Ik ben toch wel benieuwd. Ik hoop dat Sinterklaas snel komt. Ik ook. Sinterklaas! Hier is hij ook niet, Piet. Sinterklaas? Sinterklaas in de prullenbak? Nee. Sinterklaas? Nee, Sinterklaas is hier ook niet. Ook niet? Nee. Kan dat nou? Hallo, Sinterklaas? Hier is wel de school, Piet. Hier is wel een school, ja. De school van Venhorst. Zit hij hier? Zit hij daar ook niet binnen? Sinterklaas? Nee, ik zie helemaal niemand. Hallo? Nee, Sinterklaas is hier echt niet. Gaan we verder zoeken. Oké. Piet! Hoofdpiet belt! Opnemen, snel, opnemen. Hallo? Ja, we zijn jou en de Sint kwijt. Ja, we zijn jullie al de hele tijd aan het zoeken. Er is niks ergens aan de hand. Ja, kom. We moeten snel naar het Pieterhuis. Kom, Piet. Kom. Op mijn zak. Je wordt gebeld. Oh, inderdaad. Het is Hoofdpiet. Ja, inderdaad. Waar zijn jullie? Oké, Hoofdpiet. We komen meteen naar het Piethuis toe. Tot straks. Was dat Hoofdpiet? Ja, en we moeten meteen naar het Piethuis toe, want er moeten nog heel veel cadeautjes ingepakt worden. Oké, dan gaan we maar. Nee, hij is hier niet. Oh. Oh, nou, verder. Neem de cadeautjes wel mee. Ja, zeker. Ja. Kom, we gaan hem verder zoeken. We zijn bij de octopus. Oh ja. Hier is hij ook niet. Sinterklaas. Sinterklaas. Niet. Er is daar wel een schommel. Zullen we gaan schommelen? Ja, we gaan. Kom. Nou Piet, dit is toch wel beter dan naar Sinterklaas zoeken. Nou, wie zocht het ook alweer? Sinterklaas? Oh, of Hoofdpiet? Oh ja. Oh. Misschien moeten we toch maar even gaan zoeken. Oké, nou hou echt. Oh Piet! Hallo.